Onder grote belangstelling van supporters werkte de selectie van NEC woensdagmiddag de eerste training van het nieuwe seizoen af. Zo'n 300 geïnteresseerden kwamen af op de eerste oefensessie en zagen onder meer de nieuwe trainer aan het werk. We hebben uh, ja, nog twee uurtjes, tweeënhalf uurtjes getraind. Dat was toch heel lang. Ik heb toch weer een beetje ingestopt, een paar dingen. Om dus een beetje uh, ja, naar voren te spelen en... Uh, ja, ik denk de spelers moeten snel fit worden. We hebben alleen zes weken. Selectie staat nog niet. Het Is toch nog een smalle groep. Heel veel talenten erbij. Maar het was, het was een leuke training. Woensdag zijn die spelers al hier. Voor, alleen voor testen en meten. Maar jij moet niet uit Zweden extra komen alleen voor fietsen 30 minuten. Dat vind ik toch belachelijk. Kun je ook voetballen? Ja, zo in de opbouw, ook een beetje aandribbelen. over de linie spelen, acties doen in de laatste derde, Eén ter één tegen deze dingen. Uh, hoe, hoe doen we met restverdeling? Hoe doen we omschakelen? Ja, alle dingen toch, die in voetbal belangrijk zijn, die proberen we nu in, uh, uh, snelle cursus, in een snelle cursus uh, en een snelle les te doen. Ja, er komen nog spelers. Huh? En ik hoop natuurlijk als trainer heel snel. Het liefst uh, morgen. Maar goed, dat is ook voetbal. Het gaat om geld. Het gaat om andere dingen. En dat is dan zo. Maar ik hoop dat wij volgende week toch drie, vier nieuwe spelers presenteren kunnen. En dan hopelijk. Als we dan trainingskamp gaan, 11 uh, uur, dat we echt een selectie hebben. Ik ben nu in Nederland en ik wil toch graag ook de cultuur, de Nederlandse taal, de cultuur, uh, de eredivisie, week doorleveren. En dan moet ik toch een man neven, uh, naast mij hebben ja, die toch de eredivisie ook heel goed kent. En die uh, ja, was een grote speler, was, uh, een goede verdediger.